Het Brabantse Leende was voor even een echt wielendorp. Hier werd de tweede kwalificatie van de Rabobank ploegentijdrit voor de sportieve fietser gehouden. Hier konden fietsers zich kwalificeren voor het WK in Limburg. Jong en oud deed mee en iedereen was goed voorbereid. We fietsen regelmatig samen, maar niet speciaal getraind op de tijdrit. Vorige week een keer geoefend hier, dus... Ja, 4-5 keer in de week trainen moeten we wel redden, dus we gaan ervoor. Achter dan, hè? Ja, ja. Heel goed voorbereid. We hebben wel geteld nul keer geoefend, inderdaad. We fietsen wel met elkaar in een fietsploegje, maar pas afgelopen week kwamen we erachter dat we allemaal vandaag konden meedoen. Dus we hebben net even 10 minuten geoefend, maar voor de rest... Prima voorbereiding, ja. Ja, we fietsen bijna elke zondag samen, dus dat moet wel lukken. Met de training zit het dus wel goed. Eerst even inschrijven, rugnummers opspelden en nog even de route bekijken. En dan van start. 12 kilometer de tijd om een tijd neer te zetten die goed genoeg is voor kwalificatie. Arrivé aankomst hier na 12,1 kilometer van de ploeg ASML. Ja, we hebben een hele goede tijd neergezet. We hadden geteld op 20, maar het is 19.04 geworden. Dus het ging toch goed, maar het was wel pittig. Laatste 25 meter hier op weg naar die eindstreep. Nog een laatste. Ging heel goed. Voor zonder trainen waren we echt goed op elkaar ingespeeld. Dat viel echt hartstikke mee. Ja. Iedereen heeft echt heel goed gereden. We hebben nu ook niet getraind en dan met deze tijd en dan tweede, dan denk ik dat we heel tevreden mogen zijn. Als het goed is, zijn we hier wel mee door. Ja, dus hebben we zeker genoeg tijd om te trainen en ons echt goed voor te bereiden. Ja, want dat wordt natuurlijk nog wel een grotere uitdaging, denk ik. Want daar heb je twee bergjes in zitten. En nog meer ploegen natuurlijk die allemaal... hier ook wel gepresteerd hebben, dus waaronder een van onze eigen vereniging die zich ook gekwalificeerd hebben, dus ja, een leuke uitdaging. En doorgaan ze zeker. We zien de dames weer in Valkenburg.